Ja, goeiedag. Goeiedag allemaal. Ik heb zojuist mijn toilet genomen. Vandaag gewoon aan de lavabo. Anders hier in de douche. En daar heb ik mijn alarm. Dat noemt men de mambo. Nu neem ik mijn gewicht op doktersadvies. Elke dag. Ik sta op de schaal en u heeft zojuist de pieptoon gehoord. Maar dan moet ik nog even wachten op het zojuist gehoorde signaal. En dan gaat het naar de computer. Ik heb zojuist mijn gewicht genoteerd en vervolgens neem ik mijn bloeddruk. Dit is dat apparaat. Ik zet het aan. Nu start het. Als hij opgepompt is, toont hij de waarden en dan wordt dat verstuurd naar de computer. Voilà, het mag opstaan. Wat is dat? Dat is niet heus, hè? Is veel te veel. Ja, mijn kleren aan is nu veel te veel. Moet ik loslaten? Ja. Dus in de historiek kunnen we het gewicht opvolgen. Dus gewoon per grafiek, mm-hmm. Of ook met de getallen. En dan zien we dat mevrouw status quo blijft. Dus ja, de huisarts kan dat ook nakijken, kan dat mee opvolgen. En in het geval dat er geen hoge schommelingen zijn, denk ik dat iedereen het op die manier mee opvolgt. En we kunnen ook de bloeddruk, terug naar de grafiek, is naar hier. Mm-hmm. Dus we hebben de systolische, die diastolische en de hartfrequentie. En we zien dat dat ook een beetje status quo is. Hier had ze op een gegeven moment een lage bloeddruk. Maar we zien dan de meting nadien dat de bloeddruk terug normaliseert. En dat kan ook door de huisarts opgevolgd worden. En dan hebben we ook nog de kalender waar het nodige geheugensteunen kunnen ingenoteerd worden. Ja, daar hadden ze mij s'morgens mee in de loog en in de loop van een dag, zolang dat er hier beweging is, is alles in orde. Moest ik vallen, dan zouden ze telefoneren naar de nodige diensten voor mij voor te helpen. Ja, in hoofdzaken gebruik ik dus de spelletjes ook, veel. Heel belangrijk voor mij vind ik persoonlijk, dat is dus de temperatuur en de vochtigheidsgraad. De mambo bijvoorbeeld, die heb ik speciaal aan de deur gezet, omdat ik hem dus zo weinig mogelijk zou vergeten. Het gebeurt wel eens. En dat is ook in geval van nood, is dat formidabel. En dan hebben we dus ook nog altijd het toestelletje dat dus in de badkamer staat. Dat is dus de eventueel wateroverlast. He, dat bepaalt dat ook. Maar alles bij elkaar vind ik het dus wel heel interessant. Ik voel mij dus veel veiliger. Ik was aan het koken. En ik doe alle twee dingen tegelijk. Ineens begon dat was een rood lichtje en hij gaf een alarm. En dus een robot, dat hem denk ik, wat is er nou? En denk ik, ik had dat jongen op stom. En die was verbrand. En ja, zin. Hij had dat gemeld en hij ja, dat heeft er wat gedaan. En de deuren opengezet en de mot was niet aardig. Man
dagelijks kom ik bij meneer Lamoens langs voor het dagboek te overlopen. Dat zijn een aantal vragen, zoals: bent u opgenomen in het ziekenhuis? Bent u gevallen? Is een huisarts langs geweest? Hoeveel keer is de huisarts geweest? Een verpleegster, een maatschappelijk werker? Hoe verloopt het gebruik van de toestellen? Het is belangrijk voor mij, omdat ik hartfalen heb, dat ik een lage bloeddruk heb. Dat is een voordeel. Als meneer Lamoen zijn bloeddruk meet, gaat de waarde naar de InTouch. Dat is een scherm die verbonden staat met de alarmcentrale. En zo kan de alarmcentrale, maar ook tevens de mensen die verbonden zijn aan het project, de waarde van meneer Lamoen mee in de oog houden. Ja. En dit is de Mambo. De Mambo is een noodalarmsysteem. Zo kan hij, als hij in nood is, een oproep doen naar de alarmcentrale. En dat gebeurt door de rode knop. Dus je kunt het er ook uithalen. En dan kan hij op de rode knop drukken. Maar tevens heeft hij ook een noodalarmsysteem, een zendertje dat hij kan rond de hals dragen. En kan er op de SOS-knop gedrukt worden. Mag ik u vragen, werkt dat ook in een hof bijvoorbeeld hier? Of in de gang? Een heel terechte vraag. Ja, nee, maar dan gaat het deze moeten doen. Als u buiten huis bent, neemt u dit mee. Ja. En dan kan u op de rode knop drukken en kunnen de alarmcentrale horen. En zij kunnen uw locatie ook zien. Want dat is eigenlijk een gsm'tje met een simkaart. En zij kunnen uw locatie zien en zo kunnen zij ook mensen sturen naar de juiste locatie. Ja. Nu ga je, zolang dat je dat uitroepteken ziet, kan je uw oproep annuleren. Meneer, hoort u mij? Is alles goed? Het is een test. Het is voor te testen. Dank u. Oké, maar dan ga ik het uitzetten. Hè? Kom goed binnen, hè? Ja, alles is in orde. Ja, dank je wel. Dag. En dan stoppen maar alleen uren en het is toch altijd iets dat je met mensen helpt. Ik heb zelfvertrouwen. Hi Jean. Hi Levin. How are you? Good and you? Fine, thank you. Okay, that's good. And is everything's working fine now? It's very pleasant to work with. Okay. I'm happy I can see you now. Okay, that's good. And the other devices? Everything is all right. Thank you. Oh, great. Home sweet.